Keynote, een goede presentatie, wat je wel en niet moet doen. Enkele tips. Het is verschrikkelijk om naar dia's met alleen maar tekst te kijken. Wat je dan bereikt, is dat mensen de tekst gaan zitten lezen op de dia en dus niet meer naar jou zitten te luisteren. Hou dus nog wat te vertellen over, want jij moet boeien en niet alleen de keynote die je gebruikt. Maak jezelf dus niet overbodig door alles in de dia's te zetten. Beperk ook de informatie die je geeft per dia. Eén boodschap per dia voorkomt dat je te veel info loslaat op de mensen die er naar luisteren. Vestig de aandacht op het juiste. Als je de aandacht ergens op wil richten, moet je afbeeldingen dus naar binnen laten kijken en niet naar buiten. Gebruik animaties om iets te benadrukken of om te verbazen. Dit zorgt voor afwisseling in je keynote. Je kunt bijvoorbeeld snelheid demonstreren. Afbeeldingen en video's zeggen meer dan alleen maar tekst. Je kunt bijvoorbeeld opschrijven, deze module van Spons gaat over keynote. Je kunt ook het met afbeeldingen zeggen. Een video kan soms meer vertellen dan jij zelf en kan het ook beter laten zien. Maak daar gebruik van. Welkom bij Spons, de plek waar je de ideale mix creëert. Maskeer saaie afbeeldingen. Als je afbeelding maar heel gewoontjes is, geef je dan bijvoorbeeld een fotolijst mee of een lijn als ze niet genoeg opvallen tegen de achtergrond. Of gebruik effecten zoals alpha om bijvoorbeeld een wit kader om een afbeelding heen weg te halen. Zo ziet je afbeelding er mooier uit en ziet je dia er ook beter uit. Wees niet te enthousiast. Effecten toepassen is hartstikke leuk, maar als je veel te veel effecten doet in één dia en ook nog allemaal verschillend over een hele presentatie, dan wordt het op een gegeven moment gewoon storend. Denk aan je doelgroep. De ene doelgroep heeft een veel hogere spanningsboog dan de andere. Wissel dus af tussen vertellen, wat dingen laten zien en schat ook in hoe lang je keynote kan en mag duren.